Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Momenteel weten we nog steeds niet of Liam COVID heeft of niet. We moeten nog steeds gebeld worden. En om 10:50 moet hij weer een test doen. Dus we gaan het zien hoe het loopt. We weten het niet. Sam is ook vanochtend begonnen. Dus die... Als Liam het heeft, heeft Sam het ook. En ik denk dat Jordi daarna volgt. Ik heb momenteel nog steeds nergens klachten van. Niels ook niet. Dus wij komen waarschijnlijk daarna, denk ik. Maar ja, we gaan het gewoon zien. Nee, kunnen we niet doen. Nou, we hebben een drukke ochtend gehad, hè Jordi? Liam is negatief getest voor zijn eerste test, dus daar zijn we blij mee. Hij is ook al met Niels voor de tweede test gegaan, want vandaag is de vijfde dag. En ja, we gaan gewoon zien wat daar de uitslag van is. Ik hoop niet dat het weer zo lang duurt, maar ja, je weet niet hè. Dus dat is positief. Positief dat het negatief is. De andere twee liggen al op bed en Jordi heeft nu heel eventjes mama tijd. En daarna gaat hij eventjes naar bed. Hij heeft al zijn fles gehad. En dan gaat mama heel eventjes pauze houden. Want het zijn er wel drie. Het zijn drie hele verschillende individuen. Die allemaal blij moeten zijn. En we hadden vanochtend ook nog storing van de Ziggo. Dus deed de televisie het niet. Dus was Jordi boos dat de televisie het niet deed. Hé jongen. Ja, je moet nou weer chagrijnig omdat mama niet de volledige aandacht voor jou heeft. En vanmiddag is het weer zo'n middag. Ik heb gegeten en toen was Liam alweer wakker van het hoesten. Jordi die is wat later gaan slapen, maar die maakt eigenlijk wel een keer wakker. Dus die niet te lang slaapt. Sam slaapt nu nog steeds, maar die is nu bezig met het verkoudheid, weet ik het. We hebben in ieder geval wel testresultaten terug gehad en dat was negatief. Maar ja, Liam is alsnog dus nog een keer getest omdat vandaag de vijfde dag is. Sta ik altijd achter zo'n test? Nee. Maar ik maak wel een bewuste keuze om het nu wel te doen. Eerste keer dat we überhaupt een kind laten testen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar laten we elkaar gewoon in de waarde daarin. Dat is het gewoon. Ik maak gewoon een keuze hierin, ook omdat ik Jordi heb. En samen met Niels maak ik dus deze keuze. Niels is dus helemaal niet voor het testen van de kinderen. Maar ja. In dit geval ziet hij ook wel dat het toch wel redelijk cruciaal is in dit geval. Of ik moet de kinderen gewoon acuut thuis houden. Of we gaan testen en we gaan het eens even kijken. Ook natuurlijk omdat hier een fysiotherapie in huis komt. Ja, er zijn gewoon meerdere redenen. En voor deze week is wel alles gewoon afgezegd. In de zin van de fysio en school en dat soort dingen allemaal. Dus dat hebben we dan weer wel gedaan. Maar het is gewoon lastig om de keuze te maken. Ik ben even aan het uploaden. Want daar ben ik dus niet eerder aan toegekomen. Het is nu 2:50. En Liam is dus al wakker. En hij zit tv te kijken. Hij hoest zich ook de longen uit zijn lijfgaren. Maar ja, het is niet anders. Het is zoals het is. Ik probeer dus de hit nu op te ruimen en te doen. Maar Liam bemoeit zich met alles. Nou ja. Ik word er een beetje moe van. Maar ja. In ieder geval, we wachten gewoon heel eventjes af wat de uitslag daarvan is. Ik hoop niet dat ik weer 2 volle dagen moet gaan wachten hiervoor. Maar ja. Het is zoals het is. Ik heb Jordi even een uurtje laten slapen. En ik heb hem wakker gemaakt en ik heb even Boomba aangezet. Wordt hij extra vrolijk wakker. Mama heeft geen zin in chagrijn, want hij is al van alles aan het uitproberen. Sammy vindt het ook leuk. Jordi, Boomba.
Je gaat toch niet weer slapen? Oh, dat kan toch veel harder? Hallo? Je vindt het wel leuk. Laat ik hem even een kwartiertje wakker worden. En dan, ja, krijgt hij drinken en alles. Ik ben ondertussen eten aan het maken. We eten beenhammetje. En ik maak witlof met ham en kaas. En aardappeltjes uit de airfryer. Dus dat is wat we eten. En dan, ja... Ik ben wel een beetje aan het opruimen en het lukt enigszins. Sommige dingen die ik vast heb en neerleg, pakt Liam er vervolgens weer uit. Ja, dat is een kind. Jordi is aan het drinken. En als ik nou wegga, dan stopt hij met drinken. Die momenten heeft hij. Elk kind heeft dat, hoef je geen Down syndroom voor te hebben. Maar goed, Jordi moet voor... Omdat hij medicatie krijgt voor zijn darmen, moet hij voldoende vocht binnenkrijgen. En ik hou dat ongeveer bij wat hij ongeveer op een dag binnenkrijgt. Dus ja, deze oranje fles moet je eigenlijk echt wel opdrinken. Liam, niet hier nu gaan vervelen alsjeblieft, dankjewel. Nee. Wordt hij weer boos. Oh, het valt mee. Nee, nee, niet vervelen. Maar Jordi doet heel veel met zijn voeten. Dus een voet in je gezicht leggen. Zo. Als Niels er zit, die zit altijd aan zijn baard kriebelen met zijn handen of zijn voeten. Het zijn net aapjes af en toe, kinderen. Ik heb het niet zozeer over Down hoor. Maar het is wel grappig, want hij legt hem bijvoorbeeld zo neer. En wat mij dus opvalt bij het Down syndroom aan zich, is dat ze heel vaak in de kleermaker zitten. En wat mij ook opvalt is dat ze heel vaak van lekker kriebelen houden. Dus Jordi vindt het bijvoorbeeld heel fijn dat ik met zijn voet zo aan het kriebelen ben. Heeft hij al vanaf geboorte hoor, daar niet van. Maar met zijn handen of zijn voeten gewoon zo kriebelen. En Jordi heeft geen stinkvoeten, dus dat scheelt. En ik kan er ook mee telefoneren. Hallo voet van Jordi. Ja, alles gaat goed hoor. Ja, en hij vindt het allemaal prima. Het maakt hem niks uit. Hij vindt het echt prima. Dus wat dat betreft, ja. Ze hebben, wat dat betreft hebben ze toch wel een bepaalde... Oké, elk kind is verschillend. Maar het valt mij op dat ze toch van bepaalde aanrakingen houden. Zoals het kriebelen. Zoals dit bijvoorbeeld. Hij kan niet altijd tegen kriebelen onder zijn voeten. Maar nou vindt hij het wel lekker. En ik doe eigenlijk altijd hetzelfde bij zijn handen ook zo kriebelen. Dus ja, wat je nou hoort is Liam die een laars aan probeert te trekken. En dat gewoon nog niet kan, maar het wel wil doen. Heb je hem op? Hij heeft hem op, dus daar ben ik blij mee. Dan kijk je luier verschonen, Jordi. Ja. En ben je klaar aan het drinken? Ja, dat doet hij ook altijd. Vindt hij leuk? Leuk. Ja, dat is Jordi hè? Zijn grote broer. Ja, is Jordi. Vind je Jordi lief? Vind je Jordi lief? Hm? Het shirtje is een beetje te klein voor Jordi aan het horen. Want Jordi heeft een lange romp. Jordi heeft korte beentjes, maar een lange romp. Dus sommige shirtjes zijn af en toe te klein. Nou ja, als pyjama zijnde vind ik het prima. Plus we gaan nergens heen, dus ja, boeit mij nou wel. En Jordi wil ook nooit een broek aan. Als Jordi thuis is, dan heeft hij het liefst geen broek aan. Onderbroek prima, gewoon een broek niet. Als hij het idee heeft dat we nergens heen gaan, zit hij erover te zeuren. Dus ja. En nou zit hij me op de Jordi manier weg te duwen. Zo van, je zit voor mijn speelgoed. Voor mama weg? Mama moet weg. Let maar op, nou zit ik op het randje van de bank. En dan rent hij prima. Oh, boom. Jij bent echt aan het stunten, hè? Jij bent echt aan het stunten. Jij bent een kleine stuntpiloot. Vertel me tegen de mensen. Ik heb allemaal blauwe plekken op mijn benen, omdat ik continu over mijn voeten val. En dan weer ergens tegenaan stoot.
en mijn zin niet krijg, dan word ik boos. Ja. Hey. 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 Niels, die is heel lief vanavond voor mij. Ik mag op mijn kont blijven zitten. En eventjes bijkomen. En hij heeft hier alles opgeruimd. Alles. En als klap op de vuurpijl doet hij voor mij daar ook nog stofzuigen en dweilen. Lief, hè? Ik ga zo dadelijk de was vouwen. Ik heb een berg was. Dus daar ben ik ook nog even zoet mee. Maar ik mocht even bijkomen van Niels. Daar zal ik je nooit mee helpen. Nee, dat weet ik, dat je me daar nooit mee zal helpen. Maar in ieder geval, dat ga ik zo doen. En dan... is dan weer bijna tijd om ons nestje in te duiken, maar eerst de was nog. Daar ga ik zo aan beginnen. Niels die mag elk jaar schoenen voor zijn werk uitzoeken, maar nou heeft hij toch weer schoenen gevonden. Niet dat ze lelijk zijn of zo, maar let op. Niels, laat eens even die schoen goed zien. Er zijn toch gewoon hele Titanics, jongen? Dat is geen Nike Air Max of wat dan ook. Wacht, dat kun je beter zo doen. Zo doen. Wacht. Ik heb maatje 41. Ik heb gewoon maatje 41. Hè. Dit zijn gewoon Nielse voeten. Pas ze samen. Volgens mij zijn ze echt gewoon veel te groot. Dit is maatje 46, zeg je. Ja. Niels heeft altijd maatje 46. Dat is echt zo. Ik heb maatje 41, soms 42. Nu is toch echt 46. Zijn ze te groot? Dat kan niet, hè? Je hebt een stalen neus. Ja. Zijn ze te groot? Nee, ik heb het idee van niet. Doe die andere ook eens aan, want je moet altijd twee voeten doen. Ik zweer het je toch, het is toch niet normaal meer, joh. Als onze kinderen dadelijk ook deze maat hebben. Dan heb ik alleen maar Titanics in de gang staan, man. Geen Nike Air Max, maar Titanics. Loop eens. Nee, ze zijn niet te groot, ze hebben gewoon lekker ruimte. Is toch niet normaal meer, man. Een hele goede morgen. Nou, laat een hele goede morgen er maar vanaf, want we hebben vannacht echt serieus. Alle drie de kinderen zijn wakker geweest. Ze hebben allemaal zitten mekkeren. En ja... Ik snap wel qua verkoudheid en alles en zo. Ik snap dat wel. Hallo, zullen we even erin houden? Niet kitsen. Nou in ieder geval vannacht zijn ze alle drie wakker geweest. Jordi is doorgelekt. Die is daarom wakker geworden. Liam is wakker geworden omdat hij last had van de verkoudheid. Die heeft nu ook een zetpil gehad. Want ja. Als je ergens last van hebt. Misschien dat die zetpil dan toch werkt. En Sam die is vannacht wakker geweest. Ook omdat hij verkouden was. Of is. Het gaat goed met jou, hè? Is het niet? Zullen we het dus heel even... Hallo. In ieder geval, ze zijn alle drie wakker geweest vannacht. En ik zei op een gegeven moment tegen Niels, ik kan niet meer. Dus Niels die zei van, blijf maar liggen. Doe ik wel. Maar ze zijn wel ons de beurt zo goed als wakker geweest. Dus dat is een voordeel. Ik heb er nou echt geen behoefte aan. Dus in ieder geval, ja.
Ze zijn gewoon al drie wakker geweest. Ik heb het gevoel alsof ik gezopen heb. Maar dat heb ik niet. Dus we gaan kijken hoe deze dag loopt vandaag. Ik hoop echt dat ik vandaag een uitslag heb en dat ik weet hoe en wat. Want, Lig je lekker zo, jongen? Oké. Ja, gewoon blijven liggen. Dat is toch geen probleem? Ja, lekker liggen. Je had hier ook Boomba. Jordi slaapt nog. Maar ik heb Sam al aangekleed. Liam al aangekleed. Want ik had zoiets van, we zijn wel thuis. Maar ja, dan kleed ik jullie toch gewoon eens een keer weer aan. Want ja, mezelf heb ik ook aangekleed. In zoverre dat ik dat prettig vond. Maar goed, dat dus. Dat wou ik even melden. Jullie slaapt nog, dus... Die krijgt daar ook lekker joggingpak aan. Wordt Garfield. Ik denk precies zoals de dag vandaag gaat lopen. Zoals Garfield. En Jordi is ook wakker. Sam zit hem een beetje te vervelen. Want die wil bij de locomotief. Ik ben gebeld door de GGD. En wederom is Liam negatief. Dus dat is positief. Dus dat betekent dat ze gewoon hier flink verkouden zijn. Dat is het gewoon. Wel heb ik het probleem dat Liam nou continu doet onder mijn nagels aan het uithalen is. En continu Sam aan het etteren is. En het is gewoon niet meer grappig. Wat ik dadelijk ga doen is... Liam krijgt geen boterham. Liam krijgt eigenlijk een fles pap. Dat wil ik bekant niet drinken. Alleen zijn fles. Sam krijgt daar een fles pap. En dan gaan ze samen lekker naar bed toe. Want ik ben ze helemaal beu. Dus dat. Ik heb de twee jongsten in hun nest gedouwd met een lekkere papfles. En als goed slapen ze ook al, want ik heb niks meer gehoord. Jordi heeft net zijn boterhammetje op en die krijgt zijn lekkere flesje melk. Ik heb zijn bedje even verschoond. Ik had hem al afgehaald, maar ik moest hem even opmaken, want hij was doorgelekt vannacht. Dat. En die krijgt zo lekker een flesje melk. En dan gaat hij ook lekker naar bed. Want ook hij heeft vannacht kan niet geslapen. Dus zo gaan we het doen. Onze eigen Garfield, hè. Ja, even je mondje afdoen. Ik ben kapot. Maar goed. Ik weet niet of ik dit al eerder heb gezegd, maar... We zijn negatief in dit huishouden. Want Liam is negatief getest. Dus dat is positief. We zijn positief dat we negatief zijn. Dus dat is goed. Het is gewoon een flinke verkoudheid. En ja, ook daar moet je mee uitkijken. Want ja, hè. Maar het is een verkoudheid. Dus dat is prima. Dat is helemaal goed. Dus dat is top. Ik ga hier eventjes zorgen dat Jordi zijn flesje heeft en lekker naar bed kan. En dan ga ik zelf even eten. Soms heb je heel eventjes mama en Jordi tijd. En zoals nu, want die andere twee die slapen nog. Of al. En... Dus dan zijn we altijd even aan het kroebelen. En aan het kietelen. Oh.
Er zijn twee ettertjes wakker. Sammy is wel even wakker. En Liam, of Liam, zie je? 22.000 namen, hè? Jordi, die is net wakker. En ze liggen nog samen lekker moe met te kijken. Want de middelste broer, die is nog niet wakker. Lekker samen drinken. En wat wij vandaag eten is dit. Maar aangezien ik Jordi heb, zal ik hem een klein beetje moeten aanpassen. Want Jordi kan namelijk de velletjes van de tomaat niet verwerken. Dus ik moet de tomaat ontvellen. En dat is niet zo heel moeilijk. Je zet een pannetje kokend water op. Dat heb ik nog niet gedaan overigens. Maar je zet een pannetje kokend water op. Je doet in de achterkant van de tomaat doe je een kruisje maken. Je doet ze ongeveer 30 seconden in het kokend water. Daarna spoel je ze koud af. En dan kun je het velletje er zo afhalen. Dus ja, dan kan Jordi het wel eten. En hij vindt de tomaat super lekker. Dus dan ga ik even regelen zodat het zover allemaal klaar is. Kijk, je hebt ze natuurlijk van tevoren eens gewassen. Hè? Maar dit zit er dan ingekerfd. Kijk, nu zitten ze erin en het velletje begint al los te laten. Kijk, deze is ook klaar. Die gaat dan in het koude water. Er zijn er meer klaar, zoals je ziet. Dus, zoals je ziet, laat het velletje los. Dus wat je dan krijgt is, je kan het velletje er zo afhalen. Je kan ook een mes gebruiken hoor. Dus dan is het gewoon een kwestie van vastpakken. Zorg natuurlijk wel voordat je aan eten begint dat je je handen even wast. Had ik al gedaan. En je kan hem weer er zo afhalen. Dit is bijvoorbeeld ook makkelijk voor tomatensoep. Als je tomatensoep wil maken en je wil het allemaal vers maken, dan zou ik de tomaten op deze manier ontvellen. En dan met ui en knoflook zou ik het dan bakken en dan als het allemaal een heel eind gaar is, dan een beetje bouillon erop, gewoon rundvleesbouillon, staafmixer erop en je kan eten. Dan heb je soepje al klaar. En je kan dan eventueel, als je te weinig tomaten hebt, kun je dan nog tomatenpuree toevoegen. Kan allemaal. Het is maar net waar je jezelf de voorkeur in hebt. Koken is, zoals ik al vaker ooit zeg, is je fantasie. Lekker je eigen fantasie gebruiken. En dan kun je vanuit die hoekjes, kijk, hier heb je nog twee hoekjes vrij. Kun je vanuit die hoekjes, kun je zo een puntje opwippen. En dan kun je hem zo lostrekken. En zo pak je iedere keer. Je kan dit ook met een lepeltje doen hoor, een klein lepeltje. En dan de achterkant van het lepeltje eronder wippen als je niet met messen mag werken. Ik weet namelijk dat niet iedereen dat mag. Of als je met een boterhammesje alleen mag werken. Als je hem door de helft hebt gesneden, dan heb je nog vaak dit ding daar zitten. En dan moet je de helft moet je er even eruit snijden. Dat kan je op verschillende manieren doen. Ik doe het altijd heel eventjes. Gewoon. Zo. Gewoon zo. Dat hij er schuin uitgesneden is. Dat betekent dat je hem dan zo neerlegt. En dat je hem dan met schuin met je mes zo kan snijden. En dan snij je hem zoals je hem wil. In partjes,
in reepjes. Wij gaan hem in reepjes snijden. Maar misschien lukt het zo. Kijk, snij hem zo. Snij hem eraf. En dan kun je ervoor kiezen om dit en dit zo te snijden, zodat je dit gewoon kan gebruiken. Heb je het minste dat je product weggooit. Want dat is wel belangrijk. Ik vind het altijd zonde om product weg te gooien. Op de velletjes nader natuurlijk. En wat er hier nu op de snijplank ligt, kun jij dadelijk ook nog gewoon gebruiken. Dat kan gewoon bij de tomaat erbij. Want dat had er anders ook in gezeten. Dus zo. Dan kijk je waar die zit. In dit geval zit die aan beide kanten. Dan kun je het zo doen. En zo doen. En dan kun je hem in stukjes snijden. Als Jordi nou wel tegen de velletjes had gekund, had ik het natuurlijk niet ontveld. Maar ja, dat probleem dat heeft hij nou eenmaal. Dus dan moet ik mijn kook op aanpassen. En ik ga nou nog iets veranderen aan de kofta. Normaal maak ik al balletjes. Maar ik ga het nou een keer gewoon rullen. Er zit een reden achter dat ik dat wil doen. Het is namelijk zo. Liam eet geen balletjes. Die eet alleen bijvoorbeeld, stel zoals met macaroni, het gerold gehakt eet hij. Jordi, exact hetzelfde verhaal. Sam begint daar ook op die manier te eten. Ik heb toch geen zin om continu al die balletjes dadelijk weer te moeten gaan zitten kapot maken. Terwijl ik net zo hard heb gewerkt om het... Dus ik ga het rullen, ik ga dat proberen. En dan, als dat gehakt klaar is, gooi ik gewoon alles langzamerhand erbij. Gaan we dat doen. Het moet toch een sausje worden en zo eten de kinderen het beste. Dus wat ik al zei, koken is gewoon echt je fantasie, je eigen fantasie. En ja, ik ga het nu eens zo proberen. En als dit voor de kinderen werkt, dan gaan we het zo voor doen. En dan is dit het resultaat. Nog een beetje inkoken. En dan is hij klaar. En de derde herrieschopper is ook weer wakker. Nee, Joef, je mag dadelijk pas wanneer iedereen hier is uitgehapt. De twee jongste etters liggen op bed. En dit is de hele werkwas die ik moet opvouwen. Die hebben we naar beneden gehaald. Zodat we voor de televisie kunnen zitten en dat ik het kan opvouwen. We hebben Jordi net gespoeld en geholpen. Die is nu nog heel eventjes aan bijkomen. En daarna gaan we opruimen en flesje afwassen. Dus dat gaan we doen. Zoals jullie zagen heb ik alles opgevouwen. En alles staat alweer boven. Mijn eigen Superman die heeft dat naar boven gebracht. Nog één mandje. En dan blijven we gelijk boven. Ja, dus de boel laat ik ook nou beneden voor wat het is. Morgen weer een dag. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.